Ik was te eigenwijs voor school. Toen hadden we ruim tien bedrijven in de markt. We zijn nu bezig met een groeitraject onder de Loyals Groep... dat we naar een kleine 600 man toe gaan groeien. Het is eten of gegeten worden in de wereld van marketingbureaus. Loyals Groep, de bureaugroep voor ondernemers Nederland, kiest voor het eerste... en wil hard groeien door onder andere uh, overnames. Hoe pak je zo'n groei nou aan als ondernemer? Waar moet je op letten? Uh, en welke fouten moet je vooral uh, niet maken? Ik ga in gesprek met hun CEO, Jury Liebeton. Welkom bij CVD TV. Jullie van harte welkom. Ja, jullie willen heel hard groeien, maar echt klein zijn jullie op dit moment ook al niet, hè? Nee, klopt. Uh, we hebben uh, inmiddels zeven uh, merken onder de groep. Ja. En uh, ja, we zijn van plan om zowel organisch als uh, door middel van de beeld. Uh, de volgende groeifases in te gaan. We gaan eens beginnen helemaal bij het begin. Maar eerst even de, de korte pitch. Wat, wat doen jullie? Is, uh, is reclame het goede woord? Of noem ik het marketing? Of uh, hoe noemen jullie het? Ja, vroeger zou je het absoluut reclame noemen. Ja. Uh, tegenwoordig uh, is een mooi woord uh, digital agencies. Oh ja, dat is het. Uh, maar goed, uh, wij hebben eigenlijk alles op het gebied van merk uh, uh, digital. Dus uh, development, app, ontwikkeling, websites, webshops. Uh, content, uh, video, uh, tekst, uh, tot echt het performance-stuk, uh, dus eigenlijk de hele marketing-hoek, uh, uh, echt van SEO, SEA, tot, uh, tot alles daaromheen, puur gericht op ondernemers eigenlijk. 100%. Ja, oké, okay. daarover zo meer. Um, hoe is het begonnen met ja, jou, hè? of niet? Ja, ja zeker. Uh, dat is al bijna 24 jaar geleden. Um, in de tijd dat uh, internet uh, uh, nog in de kinderschoenen stond, of ja. tenminste voor ons. Uh, Google bestond nog niet. Uh, social media, alles uh, moest nog uh, komen. En uh, ja, op dat moment is het uh, begonnen met uh, puur websites bouwen. En hoe? Ik bedoel, je zat op een zolderkamertje en je ging websites bouwen? Of? Ja, ik had een uh, vooruitziende oma vroeger. Uh, dus ik heb op mijn twaalfde mijn eerste computer uh, gekregen. Van je van, oma? Ja, 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 zeker. Zij uh, dacht: uh, van ik kan hem beter nu iets geven dat ik nog kan zien wat hij ermee doet. <laughs> als, uh, als straks als ik er niet meer ben. En eigenlijk vanaf uh, die tijd uh, is mijn interesse in uh, in de techniek en uh, dus later ook het internet. Uh, uh, ja. Uh, gestart. Was jij weer een, was jij ook echt een techie en zo qua code en alles? Ja, ja. Ik ben ik hou wel van processen. Dat, uh, ja? dat uh, Nog steeds. Maar ben jij uh, zeg maar, want je was twaalf. Uh, hoe is hoe is jouw onderwijs? Uh, zeg maar carrière, hoe heeft die eruit gezien? Ik ja. zie <laughs> die al typisch zo'n ondernemer. Ja. Ja. Nee, ja, uh, uh, rommelig. Ik was te eigenwijs, zeg maar, voor, uh, voor school. Goh. Laten we daarop houden. Uh -huh. En uh, ja, heel snel, uh, uh, zeg maar, school uitgestroomd. Uh, en uh, op de bakkers uh, en uh, later de koksopleiding terechtgekomen. Dat vond ik wel leuk, want dan kon ik wat doen met mijn handen. Ja? Uh, maar later eigenlijk uh, toen, uh, uh, toen ik uh, de kansen zag om echt met, me, uh, met techniek uh, mijn geld te gaan verdienen, toen uh, daar uh, 100% op ingezet. Hoe, want veel jonge gasten willen dit ook. Hè? Zeker vandaag de dag. Hè? Want als vergelijk met 20 jaar geleden, nu is ondernemerschap nog populairder geworden. Hoe zet je dan zijn eerste stap om geld. Want het klinkt natuurlijk helemaal. Oh ja, ik wil met techniek mijn geld verdienen, dan word ik ondernemer. Oké, okay, weet je wel. Maar hoe zet je dan zijn eerste stap, in jouw geval? Ja, het, ik denk het allerbelangrijkste, uh, dat ik het nooit heb gedaan om geld te verdienen. En uh, dat zie je nu veel en daar horen we ook veel jonge mensen van ja, ik, wil, uh, ik ga ondernemen, want ik wil geld verdienen. Ja, dan moet je eigenlijk niet gaan ondernemen. Wie dan? Uh, nou, als, uh, als je echt geld wil gaan verdienen, gewoon bij een baas werken in het begin. <laughs> ja. Dat is nog eens een leuke deze, die hoor ja, ja, ja. je zo vaak. Oké, okay, dus als jonge gasten die echt gewoon flink geld willen verdienen, gewoon lekker gaan werken. Ja, kijk, die eerste jaren verdien je natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Is het is meer de romantiek van het ondernemen. En um, uh, ja, uh, uh, hoe ik het ervaren heb, was het gewoon elke euro die je verdiende, uh, weer investeren in iets nieuws. Maar wat, waren, want wat was dan de drijfveer voor jou om te gaan ondernemen? Met techniek bezig zijn of je eigen ding doen of wat was het dan? Ja, vooral uh, je eigen ding doen, zelf iets creëren en uh, toch wel ook de vrijheid die je hebt als ondernemer. Dat je gewoon elke dag je eigen keuzes kan maken. Stom is dat hè, dat je aan de ene kant keihard werkt, wat de meeste ondernemers ja. doen en toch voelt als vrijheid hè? Ja, en het... het... Het voelt ook niet als werken. Nee. Ik denk dat dat het verschil is met ondernemen. Tuurlijk uh, heb je af en toe dagen dat het, uh, uh, dat het wat tegen zit. Maar zolang je je eigen keuzes kan blijven maken, uh, yeah, uh, blijft het leuk. Wanneer, wat was je eerste klant? Uh, een botenbouwer in uh, Vinkerveen. <laughs> wat heb je daarvoor gedaan dan? Uh, dat is de eerste website. En toen, hoe oud was je toen? Ja, ik denk uh, 16. Weet je nog wat je zo vroeg? Uh, ja, ik denk rond uh, 1500 toen nog. Ja, ja, ja. Dat... En zo begon we een eenmanszaakje opgericht of iets of meteen een BV of hoe ging ja, dat? Ja ik weet nog dat ik uh, de eerste keer mijn moeder mee moest nemen naar de kamer verkoophandel, dat uh, want dat, uh, dat mocht ik nog niet zelf. En uh, die dacht uh, van ja, wat gaan we hier, uh, wat gaan we hier doen? Maar uh, ja en later is uh, ja, het is heel hard gegaan, zeker in die beginjaren. Maar uh, leg eens uit hoe hard dat ging. Vanaf de eerste boten bouwen... ...zat je je upie achter je je achter je computer en toen. Ja. Ja, toen was de tijd dat iedereen uh, uh, drukwerk had. Dus uh, brochures, visitekaartjes. En die kwamen eigenlijk uh, met de brochure bij ons aan en zeiden: Van ja, uh, deze moet uh, dit moet mijn website worden. Ja. Zaten wij naar dat ding te kijken, scanners. Dat was ook allemaal nog in de kinderschoenen. Weet je, van die, van die hele platte dingen. Uh, um, dus ja, dan ging je aan de slag en dan um, ging je eigenlijk hun brochure uh, uh, digitaliseren. Ja. Uh, ja, en zodoende uh, kwam er al heel snel een drukwerkbedrijf bij. Er kwam een IT-bedrijf bij. Later hosting. Uh, nou ja, goed. En dat ging eigenlijk uh, stap voor stap. Elke keer als de markt zich uh, wat verder ontwikkelde... kwam er in ons geval een uh, nieuw bedrijf bij. Maar was dat een soort van ras opportunisme, dat jij gewoon kan. Absoluut. Ja, ja. 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 ja achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk en zeggen mensen, ja, het is, uh, dat heb je goed gedaan, maar ik wist toen de tijd, uh, ik deed alles gewoon op basis van gevoel en hoe het kwam en, en, kansen, in de en markt. kansen. En we hebben ook heel veel fouten gemaakt, gelukkig. Noem maar eens een uh, paar. Uh, ja, verkeerde investeringen. We waren uh, 15 jaar geleden of nee, langer al um, uh, hadden we het eerste videoproductiebedrijf. Maar ja, YouTube was er nog niet. Dus hoe we dat allemaal online gingen krijgen. En het idee klopte wel, alleen het was ver, ver voor, uh, voor de markt uit. Ja, ja dat is vaak. Het timing is wel een dingetje. Hè? Absoluut. Ja. Ja. Um, nu zit je met hoeveel collega's? Uh, in uh, de bedrijven, nu ruim 150. Ja. En uh, we zijn nu bezig met een groeitraject. Eigenlijk uh, onder de Loyals Groep. dat we naar een, een kleine 600 man toe gaan groeien. Oké. Okay. Uh, vanuit die botenbouwer in jaren zeg maar, heel hard gegroeid. Uh, je praat uh, al vrij snel over we. Uh, je bent er eentje begonnen. Wanneer werd het we? Um, he. En hoe is dat gegaan? Ja, uh, heel snel. Want um, het internet werd al gauw uh, uh, programmeren. Ja. En uh, nou ja, goed, technisch uh, uh, vond ik het leuk. Maar zag ik ook dat dat, dat heel specialistisch ging worden. Um, dus de eerste programmeurs die kwamen eigenlijk het eerste jaar al uh, bij ons werken. En vandaar ook, we hebben altijd we gezegd, omdat we het echt ervaren als dat we het met elkaar doen. Oké, okay, ook, ja, ook al was jij het nog, noemde jezelf al we. Ja, 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 ja. zeker. En ja. Um, uh, ja, wij, wij drijven op uh, specialisme. Dus op het moment dat de specialisten uh, de kwaliteit en inhoud kunnen toevoegen voor de klanten, en dat is eigenlijk over alle bedrijven heen. Uh, ja, dan kunnen we elke dag meer waarde toevoegen. Dat is eigenlijk wel de, dat is eigenlijk de, de, een pijler van de strategie geworden, hè, dat? Absoluut, ja. ja. Uh, en is dat, dat is toen al ontstaan? Ja, en dat uh, groeide eigenlijk uh, van bedrijf op bedrijf. Dus elke keer... Hoe kocht wij, je die dan? Uh, dus som, richt je die op? Nee, ja, soms een overname, soms uh, een oprichting um, en uh, net hoe het, uh, hoe het liep. Maar bij, was jij nog steeds alleen aandeelhouder toen? in de eerste jaren zeker wanneer is dat veranderd uh, vanaf 2013 toen hadden we ruim tien bedrijven in de markt allemaal onder eigen uh, merken specialisme ook allemaal losse bv's en gewoon een... allemaal dat, en dat je uh, allemaal zelf ja, ja maar goed toen zag ik dus ook uh, in 2013 uh, dat ja dat dat het onhoudbaar was <coughs> en uh, dat was voor mij een mooi, eigenlijk een, een belangrijke uh, moment dat ik zou ja als ik dit wil uh, continueren dan moet ik echt de juiste mensen omheen me gaan uh, gaan uh, zoeken ja. En dat is eigenlijk het moment dat uh, Jerry uh, erbij is gekomen. Uh, nu uh, commercieel verantwoordelijk voor, uh, voor de hele groep. En uh, nou ja, goed gelukkig ook heel veel mensen uh, om ons heen kunnen verzamelen uh, die, uh, die nu elke dag helpen om de groep uh, verder uit te bouwen. Als ondernemer is het best lastig groeien. Ik ken superveel ondernemers die starten oké, okay, dat lukt dan nog wel. Maar die stap naar groei is, is best wel lastig. Hoe als je nou terugkijkt van, die, van dat kleine bedrijf, wat nu inmiddels ruim 150 mensen is, wat zijn de belangrijkste lessen die jij hebt geleerd als ondernemer om die groei voor elkaar te krijgen? Um, blijf vooral doen. Dus blijf die stappen vooruit maken. Um, ja, en ik denk wat we hebben moeten leren... is dat je ook uh, op het moment dat je iets verkeerds doet... verkeerde keuze maakt... dat je snel genoeg bij kan schakelen. Want de markt um, verandert elke dag. Zeker jullie markt. En onze branche uh, absoluut. En dat is voor ons het belangrijkste... dat we gewoon, wel de, uh, gewoon vooruit blijven bewegen... maar ook gewoon durven uh, te zeggen... Als we, iets, uh, als we een fout hebben gemaakt... en dan snel genoeg terugschakelen. Hoe belangrijk is cultuur? Zeg maar, als... Uh, omdat je zo snel zeg maar, groeit en, en bedrijven of start of koopt of whatever. Hoe, belang, hoe zorg je ervoor dat het een club is? Ja, uh, uh, heel belangrijk. Want door cultuur hou je de bedrijven ook uh, bij elkaar. Hou je ja. ze authentiek. En um, wij bewaken dat doordat we de clubs niet te groot maken. Dus waardoor het specialisme ook uh, altijd uh, uh, voorop staat. En wat dus ook heel belangrijk is, kijk, als iemand bij ons komt werken en uh, die zit zeg maar even als je het in nummers noemt uh, op, de, op de vijf, uh, maar hij wil, dan hebben wij de mensen om uh, om er een acht van te maken. Ja, ja. Uh, en op het moment als iemand binnenkomt en die verkoopt zichzelf als een tien en dat blijkt een vijf te zijn, ja, dan is die ook zo snel weg. Ja, ja dat werkt niet. Nee, uh, nee. Um, heb je het allemaal zelf gefinancierd tot nu toe? Uh, de eerste, uh, eigenlijk de eerste twintig uh, jaar wel. En uh, later zijn we ook veel met, uh, met private equity uh, gaan doen. Uh, en zeker voor de buy-in-beeld uh, was dat voor ons ook op een gegeven moment een, uh, uh, een, een moment dat we dachten, van ja, als we nu echt willen gaan doorpakken met de buy-in-beeld, dan, uh, dan hebben we uh, enerzijds wat expertise nodig in die markt en anderzijds uh, wat extra geld. Voor de duidelijkheid, er ja. uh, zijn zij misschien één of twee kijkers die nu denken... we gaan we bij een beeld? Ik zit ja. niet helemaal in die Mooi, materie. Die maar dat is gewoon een Engelse naam voor je gaat bedrijven opkopen om te groeien, toch? Ja, ja absoluut. Dus, uh, ko kopen en bouwen. Ja. Uh, dat is ook best een lastig traject, toch? Tenminste, er de, de heerst best wel veel onduidelijkheid over private equity in die wereld. Ja. Uh, vertel eens hoe je daarin bent gedoken, zeg Hoe heb je die kennis opgebouwd? Ja, in, in eerste instantie uh, zaten wij zelf eigenlijk altijd aan de overnametafel. Um, en uh, ja, op de een of andere manier... Um, de verhalen uh, waar we aan tafel zaten, uh, waren voor ons niet uh, doorslaggevend genoeg, zeg maar, om het um, om ergens aan te sluiten. Ja. Uh, totdat uh, iemand bij ons kwam en die zei van ja, je kan het ook zelf gaan doen. En uh, vanaf dat moment zijn we eigenlijk het plan gaan bouwen om zelf een buy in beeld te gaan doen, mm -hmm. hebben we ook nog die eerste fase zelf uh, grotendeels kunnen financieren. En totdat we op een gegeven moment een paar deals verder waren... dat we steeds meer ervaring kregen hoe die financiële markt in elkaar zit. Uh, hoe, uh, hoe dat werkt. En toen eigenlijk tot het besef gekomen van... ja, willen we hier echt in doelpakken? Dan moeten we een goede partij uh, daarbij gaan vinden... die ons eigenlijk kan gaan helpen om die hele uh, back-office... Uh, DD-traject, de ja. due diligence... Ja. Um, en alles wat daar verder bij komt kijken... Uh, van ons uit handen kan nemen... zodat wij ons echt kunnen focussen op dat ondernemen... In plaats van dat we op een gegeven moment een soort van boekhouder en jurist aan het spelen zijn. Hoe belangrijk is het voor jou dat je je. De, dat, want aandeelhouders technisch kan er dan ook ten dan gebeuren. Meestal in dat soort strategieën als je groeit en bij een beeld doet. Hoe belangrijk is dat voor jou dat jij een belangrijke steek houdt? Of boeit je dat niet? Hoe ga je daarmee om? Um, ja, ik denk dat het belangrijk is voor het bedrijf uh, dat uh, ondernemers altijd uh, in ieder geval uh, ook het bedrijf blijven uh, runnen. Uh -huh. um, uh, dus daar hebben wij ook voor gekozen. Dus wij hebben eigenlijk gewoon in de, um, in de partnership die we gezocht hebben ook echt heel bewust gezocht naar een partij die niet de meerderheid uh, wilde. Uh -huh. um, dat is vrij lastig, kan ik je vertellen. Want ik denk dat de hele financiële markt over het algemeen de meerderheid wil hebben, of in ieder geval het grootste stemrecht. Um, ja, en dat was voor ons geen optie. En dat was voor ons ook wel belangrijk, omdat we eigenlijk het verhaal al uh, uitgewerkt hadden, ja. omdat we ook al eigenlijk onderweg waren, uh, dat we op die manier ook de juiste partij bij ons konden vinden. Mm -mm. Is het één partij? Ja, we uiteindelijk uh, zijn we in uh, België terechtgekomen bij Sovindef. Dat is een uh, privékantoor van uh, uh, twee families en een, een, een groep investeerders. Ja. En uh, ja, die uh, begeleiden ons nu eigenlijk in de, in de verdere groei. En willen die er uiteindelijk ook weer uit? Zoals elke investeerder zijn er altijd exitmomenten. Ja. Uh, en uh, ja, we hebben in ieder geval met hun wel al wat mooie uh, uh, doelen daarop gezet. Uh, maar het zou zo ook maar weer kunnen dat we uh, bij hun weer doorrollen naar een nieuw fonds. Uh, ja. Ja, goed, uh, zolang we blijven groeien en we uh, met elkaar gewoon mooie rendementen op de teller kunnen zetten dan uh, kan de weg uh, net zo lang zijn als dat je zelf wil. En net zo hoog gaan en net zo groot worden. De, hoe moeilijk is het om je te onderscheiden? Want ik ken de markt een beetje. Het consolideert aan alle kanten. Uh, er zijn natuurlijk een aantal andere spelers... die ook met een buy-and-build bezig zijn. Heel groot en het groeien zijn. Sommigen al een stuk groter ook dan jullie. Uh, hoe zorg je ervoor dat je in dat... Hoe, hoe moeilijk is het om die rendementen te blijven halen... en om succesvol te blijven? Um, ja, goede vraag. Uh, de, wij onderscheiden ons door um, zo min mogelijk dubbele belangen uh, te hebben binnen de groep. Dus wij uh, willen dat de labels onderling uh, hun omzet kunnen uh, delen, um, dat ze toegevoegde waarden bij elkaar kunnen zoeken en door niet die dubbele belangen te hebben. Um, Wat doe je met dubbele belangen? Nou, bijvoorbeeld, um, als iemand, wij hanteren één uh, winst- en verliesrekening over de hele groep. Aha. Dus niet per bedrijf, maar één. Dus het is voor de bedrijven ook veel makkelijker om omzet met elkaar te delen. En het doet hun geen pijn op het moment dat wij um, uh, uh, dat van ze vragen. Ja. Uh, doet u nou ook geen pijn in constructies of allerlei achtergestelde geen zaken? Geen interne concurrentie, zeg maar. Nul, uh, nul concurrentie. Je moet het echt met elkaar doen. En eigenlijk dat gehele schip met elkaar ook uh, uh, erdoor uh, loodsen. En natuurlijk gebeuren er in de economie uh, weer zaken uh, die van invloed zijn. Ja. Alleen ja, goed, daar moet je wel bij sturen. Dat heet ondernemen. Ja. Wat, wat gebeurt er met ondernemers? Stel, ik heb een bureau middelgroot en jij neemt mij over. Wat is dan de, de meest voorkomende constructie? Hoe, hoe regel jij dat met de owner, zeg maar, met de ondernemer in kwestie? Eigenlijk, de eerste fase die we nu uh, gebouwd hebben, uh, daar zijn eigenlijk alle ondernemers, dus de founders van de bedrijven, die zijn nog betrokken. Uh, dus dat is uh, voor ons de groep zoals we hem nu gebouwd hebben in de breedte. Um, en dat is voor ons ook belangrijk dat zij betrokken blijven. Waarom? Als we dan vervolgens overnames gaan doen, hebben we ook de juiste plek om die overnames te integreren. Ja. Um, hun kunnen als het beste uh, beoordelen wat ze wel en wat ze niet willen. Hm. En uh, wij laten het dus ook echt aan hun over om met de leads te komen waar, uh, die ze, waar ze graag mee zouden willen praten ja. om, om wellicht te integreren. Er zijn, twee, er zijn nog een paar dingen die ik met je wil bespreken. Eén is, waar lopen, even kijken naar jullie dienstverleningen, dus niet zozeer het ondernemersverhaal, als wel wat jullie allemaal doen, want we, je noemde al de, de proposities en de specialismen, waar ben je nou eigenlijk naar op zoek? Zeg maar, wat voor specialismen wil je nog uitbouwen? Met name, trouwens. Nu zou ik zeggen, uh, op eigenlijk de performance kant uh, zouden we nog een goede SEA-partij, dus Google yeah. Advertisement, uh, uh, kunnen, uh, kunnen vinden. Uh, je zou ook kunnen denken in de social hoek. Um, daar zijn we nog wat minder uh, actief. Um, dus dat zijn nu nog twee merken waar we denken van nou, daar liggen kansen. Ja. Ja, en verder eigenlijk in de breedte van de groep uh, zijn we altijd op zoek naar gewoon specialisten die we uh, kunnen uh, integreren in een van onze andere labels. Ja, ja precies. Jullie werken uh, puur voor uh, ondernemers. Hè? Dat is een duidelijke keuze. Ja. Uh, waarom eigenlijk? Persoonlijk uh, vinden wij dat uh, of tenminste vind ik dat de allerleukste doelgroep om voor te werken. Op het moment dat bedrijven te groot worden, uh, ga je merken dat er wat meer politiek in het bedrijf komt, wat meer overheid, beslistermijnen worden langer. En uh, ja, wij vinden het nog steeds heel prettig om gewoon ergens uh, aan tafel een deal te kunnen maken en uh, ook gewoon te leveren. Waar stoe je ondernemers vandaag de dag mee? In relatie tot wat jullie ze bieden? Zeg maar? Wat zijn de problemen of de issues die ze opgelost willen hebben of waar jullie van waarde zijn? Heel breed. Um, de ene ondernemer stoeit met groei, dus die loopt tegen groeibeperkingen aan. Um, nou, dan gaan we meer kijken vanuit de performance marketing uh, tak. Uh, van oké, okay, hoe kunnen wij daarbij helpen? Uh, zijn er nog kansen? Uh, heb jij je markt in Nederland misschien al helemaal ingevuld? Uh, is dat in het buitenland? Nou ja, goed, er zijn tal van uh, uh, mogelijkheden om natuurlijk de, ook de groei buiten waar je nu mee bezig bent te zoeken. Uh, maar ook vaak uh, in dit soort tijden dat we echt kijken naar proces. Dus eigenlijk op die hele development digital uh, tak. Um, waar kunnen we zaken optimaliseren? Waar kunnen we zaken uh, verbeteren? Um, workflows. Um. Maar je bent veel meer business partner eigenlijk die, die die marketing als 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 middel inzet dan dat je een reclamecampagne-achtig bureau bent. Ja en we hebben wel een, uh, een belangrijk deel uh, op het moment als je een merkcampagne wil doen, uh, kan dat bij ons. Ja, ja. Alleen uh, het moet wel toe, iets toevoegen aan hmm. uh, je doel. Ja. Dus het is niet zo dat we alles maar gewoon op, op gevoel doen. Nee, voor ons is ratio belangrijk. Want een ondernemer die wil alles beoordelen op resultaat. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is voor ons ook belangrijk om te laten zien dat we ja, resultaat dat je, kunnen bieden. Ja, dus leveren is gewoon super belangrijk. Ja, ja, gewoon doen wat je zegt. En hoe zorg je ervoor dat je, als je groter groeit, dat je, dat je, geen, dat je geen log ding dat, dat op een gegeven moment de eerste ondernemer tegen jou zegt: hé, hey, uh, Juri, allemaal leuk hoor. Maar uh, krijg je nou in één keer met uh, account managers te maken en tussenlagen? En ja. hoe even normaal? Is dat risico er? Ja, maar dat proberen we wel echt te voorkomen. Dus die, die toplaag waar ik het net over had, uh, van founders, um, die zijn er dus allemaal betrokken. Dus dat zijn ook echt allemaal ondernemers. Mm -hmm. En uh, we proberen ook zoveel mogelijk in het uh, aannamebeleid uh, ondernemers te uh, vinden die, uh, die onderdeel willen worden van ons groei, uh, groeitraject. Ja. Hoe ver kijk jij vooruit? Twee maanden. Ja, echt serieus? Tuurlijk hebben we een plan. Uh, tuurlijk hebben we een plan over een meerjaren. Alleen. Nou, uh, le vertel eens. Ja, goed. We, we willen dus nu naar die 600 uh, man gaan groeien in ja. de komende drie tot vijf jaar. Is niet heel groot. je gaf zelf al aan uh, ten opzichte van andere groepen uh, die vele malen uh, groter zijn. Mm -hmm. Alleen wij willen op een andere manier groeien. Wij willen uh, op kwaliteit en inhoud groeien. Dus uh, wij willen dus die labels ook niet te groot maken. We willen niet die logge organisatie worden. Mm -hmm. We willen zorgen dat we gewoon binnen die labels zeg maar, tussen de 50 en de 75 man uh, aan het werk hebben die de kwaliteit en inhoud kunnen borgen. En als we dan met elkaar, zeg maar, op al die verschillende disciplines dat, uh, uh, dat kunnen borgen, ja, dan zijn we altijd van toegevoegde waarde voor die ondernemer. Verander jij zelf of jouw rol? Um, ja, ik uh, ook eigenlijk gedurende de uh, groei van de bedrijven uh, zie je dat die rol uh, uh, mee, uh, mee um, uh, Ja, goed. En ik, ik zie mezelf meer een beetje vliegende keep. Ik wil uh, zelf ook gewoon elke dag meerwaarde toevoegen. Dus dat is niet in een patroon, dat is niet in standaard meetings. Dat is gewoon waar het moet gebeuren, daar moet het gebeuren. Hmm. En dan contact met die botenbouwer eigenlijk, uit loosrecht. Die is helaas overleden, maar ah. uh, <laughs> dat was wel een, een hele markante uh, figuur. Ja, ja, dat zijn ondernemers meestal, hè? Absoluut. Ja, dankjewel uh, voor jouw verhaal en heel veel uh, succes met uh, de groei van, uh, van Lawyersgroep. Leuk dat je mijn gast was. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD-TV. En zit je te luisteren op de podcast, uh, dan kun je daar abonneren. Dat kun je ook op YouTube doen als je zit te kijken. Hieronder vooral abonneren. Dan groeien wij weer en dan maak je ons heel blij. En uh, als je klikt op die abonneerknop, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi. ハイパーで。<music>